Het is belangrijk dat jongeren hun rechten kennen, maar dan ook duidelijk weten wat niet door de beugel kan. Zei Stephen McAndrew, minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, gisteren tijdens een jongerensessie in Stibula over pesten en vechten. Dit project hangt samen met het uitgestippeld programma van het ministerie van AWJ om jongeren bewust te maken over hun rechten. ATV-reporter Aranza Swedo maakte voor u het volgende verslag. In het kader van Kinderrechtendag, waarbij de focus dan wordt gelegd op het kinderverdrag, ook wel genoemd de Convention on the Rights of the Child. En in verschillende districten worden diverse aspecten belicht die toch wel relevant zijn voor de kinderen van dat district. Dus hier in de buurt, Latour, vond de heer Koster dat pesten en vechten toch wel een topic is die belicht moest worden. En vandaar dat vandaag de focus daarop is gericht. En, ik vind het heel erg goed, want dan kunnen wij als jongeren weten hoe we om moeten gaan met zulke situaties wanneer het gaat om pesten en vechten. Ik vind het heel goed dat de organisatie zo'n sessie georganiseerd heeft om de kinderen of leerlingen te stimuleren dat ze niet met elkaar moeten vechten. Wat ik allemaal heb geleerd is dat vechten niet goed is, want het kan later een probleem zijn. Bijvoorbeeld als je werk gaat zoeken, als je in een video was waar je had gevochten, kan het een heel probleem zijn wanneer je werk gaat zoeken, want ze gaan je niet willen nemen, want je had gevochten. Roxana Rondiwongso, docent, en Wilgo Koster, centrumcoördinator van Stibula, zijn het met elkaar eens dat elk individu kan bijdragen aan het oplossen van dit probleem. Dit zal volgens Koster niet aan de regering overgelaten moeten worden, maar bij bijvoorbeeld de opvoeding moeten beginnen. Het is wel de taak van de regering beleid te maken dat op basis van de waargenomen adviezen corrigerend moet werken. Dus als leerkracht ben ik niet alleen leerkracht, ik ben moeder, ik ben psycholoog, ik ben begeleider, alles in één. Dus wanneer je zulke dingen te horen krijgt, van er gaat gevochten worden of men heeft ruzie, dan ga je zoveel mogelijk proberen om de ruzies op te lossen, om te voorkomen dat er gevochten zal worden. En indien ik dat zelf niet kan, vraag ik dan mijn collega's of het schoolhoofd, of we hebben dus ook op school een begeleider, een pedagogische begeleider, die kan inspelen op zulke zaken. Ik wil niet wachten op die overheid. Ik wil niet wachten. Ik wil wachten op al die buurtbewoners in die verschillende wijken die opkomen en zeggen, wij nemen het en wij gaan het zelf doen om onze kinderen die scholing, die voorbeeld te geven, dat wat we willen. Het gewenst gedrag willen we hebben. En waarschijnlijk zullen zij dan, de gasten die voor ons het beleid mogen maken, kunnen inzien van luister, dat wat we doen is niet goed voor onze samenleving. Die overheid zijn we eigenlijk allen. Dus we hebben allen de verantwoordelijkheid om dit fenomeen weg te werken. En het gaat ons lukken als we met z'n allen beginnen.